De misdaden in het boek zijn vrij gruwelijk van aard. Waarmee Melissa Sky zich met dit debuut op de kaart heeft gezet als een inmiddels veelgeprezen thrillerschrijfster. De gasten werden uitgezwaaid en het feestvarken sloot glimlachend de deur. Het was een lange dag en avond geweest, maar haar 20ste verjaardag was gevierd. Ze slaakte een zucht en keek naar de troep in de huiskamer. Morgen maar. Haar broer stond af te wassen en verder was er niemand te zien. Haar biologische moeder was jaren geleden overleden. Haar vader, die niet goed alleen kon zijn, had binnen een jaar een nieuwe vriendin gehad. Ze was niet zo dol op Melina, maar de zoon die ze meebracht maakte veel goed. Een nietsontziende moordenaar heeft het voorzien op jonge vrouwen. Hij schuwt geen enkel middel om zijn doel te bereiken en gebruikt het internet als zijn platform. De slachtoffers worden op de meest gruwelijke wijze vermoord. Sanne Phillips en Luca Borra, rechercheurs van de politie in Hoorn, staan voor veel raadsels met de onzichtbare dader. De slachtoffers hebben allen op een advertentie gereageerd. En wat is de betekenis van de zwarte roos die bij elk slachtoffer wordt gevonden? Het wordt nog dramatischer als Faith Bennett, een meisje van 15, verdwijnt. In een race tegen de klok gaan ze naar haar op zoek.